Hoi allemaal. Hebben jullie een fijne vakantie gehad? Nou, ik hoop van wel. Want we gaan het hebben over de middelbare school. Ik ga de kinderen van de tamboerijn klaarstomen voor de brugklas. En Gulden gaat naar het Calland Lyceum. Hé, dat is toch een middelbare school? Wat is hij dapper zeg. Wij zijn... Sayona. En Ilias. Dit is de tamboerijn. De tamboerijn is een muziekinstrument. Dit is Sayona, ze is 12 jaar. Haar hobby's zijn dansen en voetballen. En ze is wel lief, aardig, maar soms is ze wel een kattenkop en irritant. Dit is Ilias. Hij is vaak irritant en soms ook gewoon aardig. Hij is 12 jaar en zijn hobby's zijn voetballen en badmintonnen. Onze cameravrouw is vandaag een meisje. Ze heet Terrien en ze is 12 jaar. De hobby's zijn dansen en voetballen. Ze kan soms heel erg gek doen in de klas. Ilias was verliefd op Sayona en hij ging de hele tijd achter haar aan. Vroeg wat ze ging doen, wat ze ging eten. En was best irritant de hele tijd. In de pauze ging hij achter haar aan. En na school. Als het 12 uur is, dan komen hier kinderen zwerven in de winkelcentrum. De meesters en de juffen komen hier ook om naar de vishandel te gaan. Daar zijn onze slenteraars. Ze gaan meestal naar de patatzaak. Wat gaan jullie eten? Patat. Met wat? Gepatat met mayonaise, uitjes en een frikandel. Oh, lekker. Ben je niet bang dat je dikker wordt? Nee. Waarom niet? Omdat ik ook sport. Nou, dit is onze meester Tossie. Waarom peutert u altijd in uw neus? Waarom peuter ik altijd in mijn neus? Even kijken. Om jullie te laten schrikken natuurlijk. Om jullie wakker te houden. Wilt u het nooit meer doen? Nou, Ilias, ik beloof dat ik het nooit meer zal doen. Maar ik ben zwak en ik denk dat ik het wel eens zal vergeten. Nou, dit is meester Andy. Hij is onze favoriete meester, omdat hij heel goed kan breakdansen en hij is heel aardig. Dit was het rondje door de school. Tot basta! Hey Melissa, hoe gaat-ie? Goed. Heb je ook pas de zittentoets gedaan? Ja. En hoe ging het? Goed. Ah, stillepoot. Dus dan moet je volgend jaar aan de middelbare school. Weet je wat? Trek dit aan. Dan ga ik je straks vertellen hoe je op de middelbare school moet overleven. Maar Daryl, je doet net zo dat de middelbare school zo gevaarlijk is. Het is niet zo, kijk maar. Goed, ik noem jullie naam even op. Robin. Oef. Zo even. Soms is het schriftelijk al verloren, soms zegt de leraar het van tevoren en soms komt het onverwacht. Oh, oké. C'est vrai? Oui, écoute. La famille Zeni habite au quatrième. C'est des amis de mes parents. Frédéric, un garçon de notre classe, est aussi... Ikra, snap jij nou wat er wordt gezegd? Ja, we moeten woorden opschrijven die we vorige week hebben geleerd. La famille Legbir habite au troisième étage.
Hé hey jongens, we zitten nu in een huiswerkklas. Ja. Omdat we even niks te doen hebben. Maar hoe weet ik nou wat voor les ik straks heb en naar welk lokaal ik moet lopen? Ja, dat staat namelijk op je rooster. Ja. Dan staat er welke leraar je hebt, welke klas. Ja. En ook het hoeveelste uur. Ja. En dan staat er ook je klaslokaal op. En dan heb je dus zeg maar eerste etage en tweede etage. En dan loop je daar dus naartoe. En dan wacht je op je leraar en dan ga je de klas in. Zo. Jeetje, wat heb je zoveel boeken bij je? Ja, ik wist niet wat ik vandaag moest meenemen, dus ik heb alles maar meegenomen. En daarvoor heb je het rooster, toch? Ja, dat klopt. Ik heb er niet naar gekeken. Kijk jij er elke avond naar? Ja, in mijn agenda. Je kan het ook op het internet vinden. Deze torso is net zo groot als uw eigen lichaam. Als je een jaar of 13 bent, dus alle organen die hierin zitten, zijn ook zo groot als jouw eigen orgaan. Hé, Aki. Ja? Wat is er nou zo anders aan de brugklas? Er is best wel veel anders. Je hebt bijvoorbeeld onder lesuur of onder twee lesuren heb je andere leraren, docenten. Waarom is dat? Omdat je over de hele dag heb je verschillende vakken. Gulden, wil je even opletten? Gaan we nu beginnen? Okay. Wat zit je te zuchten, Gul? Ja, ik snap het gewoon niet meer. Het is allemaal zoveel wat er gebeurt om me heen. Nou, daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn, want daar begeleiden we je gewoon bij. En daar heb je ook een mentor voor. Een mentor? Wat is dat? Een mentor is iemand die je eigenlijk helpt bij alle vragen die je hebt. Als het over school gaat, dus over je huiswerk, over waar je naartoe moet, als je de lokalen niet kunt vinden. Die houdt ook je cijfers in de gaten, dus ook helpt je ook bij je resultaten. Dus als het niet helemaal goed gaat, dan proberen we je daarbij te helpen. Dus eigenlijk is een mentor een persoon die je bij alle vragen die je hebt in de eerste klas helpt. Ja, ik heb nu het gevoel al heel veel problemen te hebben. Hoe moet dat nou met Frans en met wiskunde en al die nieuwe vakken? Ik begrijp het gewoon niet. Het gaat heel langzaam, allemaal. Dus het is echt niet zo dat je ineens heel veel stof krijgt en dat je het allemaal maar moet weten. Oh, gelukkig. Wat nou als de brugklas is afgelopen? Wat moeten we dan doen? Kom maar even naar het bord, dan leg ik het je uit. Oké. Je hebt VMBO, dat is meer als je met je handen werkt. Dan heb je HAVO en Atheneum. Daar gaan we meer kijken. Vind je het leuk om in de boeken te duiken? En hoe is je niveau? En dan gymnasium krijg je de twee klassieke talen bij. Ik begrijp het helemaal. Hè? Is dat al de bel? Zo, hè? We hebben pauze. Echt aan toe. Ja, we hebben nu een half uur pauze. Oh, wat heerlijk. Een half uur? Ja. Jongens, zullen we gaan knikkeren? Kijk eens. Nee. Dat doen we niet meer op de middelbare school. Knikkeren jullie niet meer? Nee. Oké, tikkie dan. Dat doen we ook niet meer, joh. Dat speelt de kinderachtig. Geen knikkeren, geen tikkie. Wel hangen. Wat doen jullie dan? Hangen. Praten. Eten. Beetje sms'en. Een beetje hangen dus. Ja. Zo. Ja. Oké. Ja, ik vind het wel stoer, eigenlijk. Toch? Ja. Ook niet een beetje goed? Ja. Nu weten jullie ook het antwoord op de prijsvraag van de vorige keer. In de tas van de brugger horen geen knikkers en een barbiepop thuis. Jij had het goed. Gefeliciteerd. Je hebt een pakket met allemaal schoolspullen gewonnen. Hey Jero, het zag er toch gezellig uit op de middelbare school? Ja, dat lijkt me zo. Maar als brugpuber ben je echt de kleinste op zo'n grote school. Kom jongens. Ik moet echt keiharde bikkers van jullie maken. Oké. Zet deze maar even op de weegschaal.
Oké, 15 kilo. Dat is heel normaal voor een brugpieper. Kom op. En dan gaan we lopen. Achter elkaar. Jongens, lopen. Volhouden, volhouden. Dat kan sneller. Kijk, jullie naar het nieuws. Jongens, harder lopen. Kom op, volhouden. Het was een bijzondere dag. De grootste reuzenschildpad van Artis werd pas weer gewogen. En dit doen ze ieder jaar om te kijken of de schildpad wel genoeg eet. Of misschien wel op dieet moet. Nee, het is natuurlijk een soort stresssituatie voor hun. Alleen, ze zijn gelukkig ook snel vergeten hoor. Want zoals je ziet, hij eet alweer uit je hand en vindt het alweer prima. Ja, het ziet er leuk uit. Maar hoezo is het nou belangrijk dat hij gewogen wordt ieder jaar? Nou, ze hebben natuurlijk een hele grote schild. En aan de schild kan je natuurlijk niet zien of hij goed op gewicht is, ja of nee. Dus dan gaan we gewoon kijken qua gewicht. Is hij heel erg afgevallen, is niet goed natuurlijk. Dus dan kunnen we een dierarts erbij halen van, goh, wat kan hij mankeren? En dus nu is hij goed aangekomen. Ja. Dan weet je ook gewoon dat hij niks mankeert in ieder geval. Nou, het zit er weer op voor dit jaar. En zijn gewicht is helemaal prima. Tot de volgende keuring kan hij zich weer helemaal volproppen. Eet smakelijk! Wil je journalist worden? In de Bijlmer kun je als beginnend journalist bij persbureau Wise Kids radio- en tv-programma's maken. Ze willen met Wise Kids dat kinderen in de buurt hun mening kunnen uiten en dat er naar hun geluisterd wordt. Vragen bedenken, interviewen, de Wise Kids doen het allemaal zelf. Kort geleden maakten ze een programma over al het groen in de buurt. We gaan een man interviewen die de baas is van de Bijlmer. Wat ga je hem nou vragen? Waarom die de bomen laat kappen. De programma's van Wise Kids zijn altijd op woensdag te beluisteren en te zien. Wil je meer weten? Surf dan naar de site van Basta. Daar vind je een link naar Wise Kids. Wauw, dat ziet er spannend uit. Het lijkt wel of hij zich ergens voor klaarmaakt. Inlopen, warming up, verschillende oefeningen. Op hockeyclub Mira in Amstelveen kan je G-hockeyen. Dit is bijna hetzelfde als hockey, maar dan iets anders. En waarom heet het dan zo? Omdat er speciale kinderen op zitten. Geohockey, dat is voor verstand gehandicapten. En wat doe je allemaal op een training? Oefeningen, warming up. Overspelen. Allemaal leuke teamgenootjes, oefeningen en een partijtje. G-hockey is eigenlijk gewoon hockey. Wil je een keertje komen kijken? Dat kan. Ze trainen altijd op zaterdagochtend. G-hockey is hartstikke gaaf. Surf voor meer informatie naar www.hvmira.nl. Oké. Doorlopen allemaal. Niet verslappen. Het is nog lang geen pauze. Links 2, 3, 4. Rechts 2, 3, 4. En halt! Hé, Van der Pluim! Waar zijn we nou helemaal mee bezig? Geef 8! Wat bedoelt u, 8? Nou, 50 keer opdrukken is wel goed. 1! 2! 3! Ik ben Chantal Ariens. Ik werk als trainer en als actrice voor Studio 5. Wij geven trainingen aan kinderen op middelbare scholen, waarin kinderen leren hoe ze om kunnen gaan met conflict situaties. Oh, Sinan! En ik ben Sinan Jihangir. Ik ben acteur. Een training bestaat uit veel rollenspelen. En dat gaan we vandaag ook op tamboerijn doen. 13! Doorgaan, kom op! 14! Hallo? Ja? Waar zijn jullie mee bezig? Nou, ik ben zo'n klaarstomen voor de middelbare school. Jongens, doorgaan! Kom op, ga door! Volgens mij hebben jullie hier helemaal niks aan. Nee? Nee. Ik kom heel veel op middelbare scholen, maar kinderen hoeven zich daar echt niet te kunnen opdrukken, hoor. Hebben ze niet een beetje spierballen nodig dan? Nee, ik denk het niet. Maar ik heb wel wat andere tips voor jullie als jullie willen. Oké, nou wat we vanmiddag gaan doen is, we willen samen gaan onderzoeken hoe je kunt reageren als je in een moeilijke situatie zit. Als je bijvoorbeeld een conflict hebt met iemand. Weten jullie wat conflicten zijn? Conflict is zeg maar een ruzie tussen vrienden of zo, of met de leraar. Heel goed. Dus een conflict, dat kan een ruzie zijn. Hartstikke goed. En vinden jullie het spannend om naar de middelbare school te gaan? Niet echt. Jij niet? Nee. Je ziet het helemaal zitten en je hebt er zin in. Ja. Oké, hartstikke goed. Jawel. En wie vindt het wel spannend? Jawel, het is hartstikke spannend.
Want als brugpuber ben je de kleinste. En de oudere leerlingen zijn vaak gemeend, pissen altijd, pakken boeken af. Nou, volgens mij valt dat best wel mee. Wij komen heel veel op middelbare scholen. En de sfeer is eigenlijk heel vaak heel leuk, toch, Sinan? Ja, ik vind dat het heel vaak altijd heel erg gezellig is. Ik heb nooit vervelende dingen meegemaakt met kinderen, hoor. Met, gewoon spelen, leuk en gezellig. Nou, dus jullie hoeven helemaal niet bang te zijn. Jullie hebben zelf heel veel in huis en dat gaan we nu onderzoeken. Ja, we gaan een scène doen met Sinan waar hij de leraar speelt. En jullie gaan hem ervan overtuigen dat je niet gespiekt hebt. Ja, ik heb het gezien. Je loopt weer gewoon af te kijken. Inleveren dat blaadje en meester, ik heb het echt niet laten vallen. Het ging echt per ongeluk. Ja, per ongeluk of niet. Ik heb het gezien. Het je zit hier af te kijken. Meester, echt waar. Het is, je zat gewoon bij haar af te kijken. Ik heb niet afgekeken, echt waar. Meester, je zit gewoon te liegen. Wat? Wat is dat nou? Word ik beschuldigd van liegen? Ik liet me per ongeluk vallen. Nou, deze keer, omdat je zo goed mij weet te overtuigen, en ik geloof je niet deze keer, maar volgende keer moet je even opletten op je pen, hoor. Als het weer valt, dan weet ik niet of het echt is of niet. Ja? Ja? Ja. Ik ga niet meer kijken. Ja, Iris. Wat zie ik daar? Ik zag het, ja, je loopt hier te spieken. Ik loop niet te spieken. Ik liet mijn pen vallen. Ja, waarom laat je je pen vallen dan anders? Omdat ik mijn arm opzij deed. Ik zag je wel degelijk spieken. Heb ik ooit gespiekt? Nee, dat niet. Dus waarom zou ik dan nu spieken? Inderdaad, nee, dus niet. Betty, hoe ging het met jou? Nou, ik vond het wel leuk om te doen, ja. Heel goed. En hoe kwam het dat je hem uiteindelijk wist te overtuigen dat je het niet had gedaan? Omdat ik bleef volhouden omdat het per ongeluk was. Hoe was dat voor jou? Nou, ik vond het heel erg spannend hoe je het deed. En je deed het echt heel erg overtuigend. Dat je zei, nee, u ligt. Nou, je zei zelfs, jij ligt. Toen dacht ik, nou, dat meisje geloof ik en vertrouw ik wel. Jij kreeg hem heel snel zover dat je gewoon mocht blijven en dat hij je geloofde. Ja. Hoe kwam dat, denk je? Ik bleef heel rustig en had allemaal dingen die waarmee je heel snel mensen mee kan ompraten. Je zei inderdaad, heb ik ooit gespikt en ik lieg niet en ik ben gewoon eerlijk. En dat vond ik gewoon echt mooi. Ik dacht, nou, ja, jou geloof ik wel en jou vertrouw ik wel. Dus hier zie je al twee verschillende manieren om iemand te overtuigen. Dan gaan we door naar de volgende scène. Hallo, ja, alles goed? Ja, met jou? Hé, meisje, kom eens even hier met dat telefoon. Zo, een leuke, mooie telefoon, zeg. Dankjewel. Wegwezen. Mag ik hem terug? Wat? Mag ik hem alsjeblieft? Je zit toch wegwezen, jij? Mag ik hem terug? Wat terug? Terug. Niks terug. Waarom niet? Ik heb hem toch nu? Ik vind hem mooie. Hele leuk, hoor. Zo, mooi klein. Nee, maar mijn moeder heeft die voor mij gekocht. Je moeder? Ja, voor mijn verjaardag. Nou, omdat je moeder hem echt zo gekocht heeft voor die verjaardag, dan geef ik hem wel terug, hoor. Ja? Ik ga niet meer kijken. Schatje, hoe gaat het? Ja, gisteren was echt tof. Kom eens even met dat telefoontje hier. Hey. Zo, mooi kleintje. Waar ben je mee bezig? Wat nou ben je mee bezig? Vind je dat normaal of zo? Ja, ik vind het hartstikke normaal. Ja, ik heb nu een telefoontje. Ja, klaar toch? Als je het niet snel weer teruggeeft, dan krijg ik ruzie met je. Oh ja, krijg ruzie met mij. Kom maar op dan. Wat nou ruzie? Hey. En dit aan me komen, ja. Wat nou is jouw telefoon? Man. Wat doe je nou? Ik heb hem toch nu, zit in mijn zak. Ga weg, loop door. Loop eens door, jij. Wil je naar de meester gaan? Wil je naar de meester gaan? Ga dan naar de meester dan jij, Wil je stoer doen? Wil jij stoer doen dan? Ik kom aan mijn vrienden, jongen. Oh ja, kom maar aan je vrienden, jongen. Dacht je dat ik dan met je vrienden niet aankom of zo? Geef me telefoon weer terug, man. Wat nou, man? Doe dat even normaal, jij. Jij bent asociaal. Weet je wat jij bent? Jij bent asociaal. Je zwaait met je armen, man. Je moet zo met je armen zwaaien. Je kan toch gaan werken? Niet duw, man. Je kan toch gaan werken, niet aan me zitten, zeg ik toch. Kun jij aangeven wat het verschil was tussen hun twee? Hoe verschillend reageerden ze? Bij Wendy was het zo dat zij het op een rustig kalmerende manier vroeg. Ja. En bij Daryl was het een beetje dat het agressief werd. Ja, een beetje? Of erg. Ja, behoorlijk, hè? Ja. Nou, we hebben vandaag volgens mij geleerd hoe je op verschillende manieren iemand kunt overtuigen. Of hoe je op verschillende manieren kunt reageren in moeilijke situaties. Dus ik kan me voorstellen dat jullie helemaal geen problemen krijgen als je op de middelbare school bent. Ik heb vandaag geleerd dat ik gewoon mezelf kan zijn op een middelbare school. Ik heb vandaag geleerd dat je mensen kunt overtuigen op verschillende manieren.
deze heb je straks zeker nodig. Ah, kijk, een spin! Je kan er telefoonnummers inschrijven. Je hebt het op de computer en ook in een boekje. Als je dat boekje openmaakt, zie je op welke dag je een afspraak hebt. Ik schrijf er mijn huiswerk in. Je hebt het op de middelbare school hard nodig. Volgende week gaan we het hebben over treinen en het spoor. En zoals gebruikelijk gaat er ook de prijsvraag over. Hoe snel kan een Intercity maximaal rijden? 100 km per uur. 45 km per uur. 140 km per uur. Stuur je antwoord op naar basta@at5.nl. Hey, volgende week weer lekker Basta kijken, hè? Tot dan. Ik kan me nog zo goed heugen dat ik naar de brugklas ging. Ja. Ik vond het zo ontzettend spannend. Echt waar. Maar gelukkig stelde me alles maar gerust. En ze zeiden, ja, je leven begint maar pas. Je zit in de achtergroep en gaat naar de brugklas. Met een volle tas, met boeken, schriften en pennen. Je zou aan het idee moeten wennen, maar ga maar verkennen. Je zou leren plannen, want er wordt meer van je verwacht. Het is geen G8, maar je krijgt wel huiswerk mee. Dus blijf niet hangen voor de tv. Zoals je nu hebt gedaan, zul je vallen en opstaan. Maar vooral doorgaan, 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 doorgaan. Zoals je nu hebt gedaan, zul je vallen en opstaan. Maar vooral doorgaan, 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 doorgaan.